Hallo allemaal, welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van De Titeljagers. Mijn sollicitaties waren niet succesvol. Niet eens een interview gehad, dus dat is zonde. Dus we zijn nog bij Arsenal, wat betekent dat we hopelijk de Champions League winnen. Dan hebben we er in ieder geval nog wat aan dat we twee seizoenen in dezelfde competitie doen. Maar goed, je weet natuurlijk, aan het begin heb je geen reputatie, dus ja, wie wil je hebben, hè? Dat is de vraag. Dus, met een beetje geluk pakken we vandaag nog een prijsje. Dat zou dan goed voor de reputatie zijn. En voor de snelle kijkers, het is 24 juli en we hebben de eerste wedstrijd al. We hebben dus nog een heel seizoen. Heel seizoen, goedemorgen. Een hele maand transferperiode. Maar ja, het WK hè, is in de winter. Dus een krappe agenda. Wat betekent dat ik eigenlijk nog niet heel veel gedaan heb. Dus dit is het team waar we het mee gaan doen, in principe. Het bestuur wil graag dat ik jonge spelers haal met oog op de toekomst. Ja, dus ik heb één speler gehaald. Dat is Esposito. Voor de mensen die vorig seizoen draft wars hebben gekeken tegen Kaartkop Gameplay. Ja, goede speler. En een wonderkind. Nou, wat wil je nog meer? Dus ik hoop dat hij het beter doet dan de rest van de spits als Balogun is geblesseerd. Balogun overigens ook wel eens een paar wedstrijdjes zonder doelpunt. Dus dat is lastig. Verder in principe niks veranderd. Dus in augustus komt er natuurlijk nog één transfer binnen, hè, Gavi. 17 jaar, dus die is dan over 3 jaar nog... Europees fijn als onder 21 3 jaar bij de club getraind, maar ik hoop dan toch dat ik hier dan niet meer zit. Zou fijn zijn, maar goed, Gavi die moet dus denk ik wachten tot 18e verjaardag of zo dat hij mag komen. Ik weet eigenlijk niet waarom dat zo laat is. Maar goed, wij hebben op het middenveld op zich wel leuke spelers, maar niet echt fantastisch. Met Saka en Lokonga, die kan nog wel wat beter worden. Saka is al wel klaar in zijn ontwikkeling. Dus kom maar door. Dus voor de wedstrijd tegen Tottenham hebben we natuurlijk eerst ook nog het oefenwedstrijdenverslag. Brentford hebben wij gewoon gelijk gespeeld. Nou, hoe dan? Inter Miami hebben we gewonnen. Newbury Forest, daar zat Balogun op voetbal, 20-0. Dat was een club uit de regio, dat doe ik meestal, want dat is goed voor het moraal. Nou, dit was inderdaad heel goed voor het moraal. Balogun heeft dus 2, 4, 6, 8, 9 keer gescoord. Saka 4, Ødegaard 5, Lokonga en zelfs Benjamin White. Nou, wat wil je nog meer? Inderdaad, winnen van Heerenveen. Aubameyang 2 doelpunten, Balogun en Ødegaard. En Henk Veerman dacht, nou, wat zij kunnen, daar kan ik ook. Gelukkig maar 1 keer. Dus, als we kijken naar de competities, dan staat hier natuurlijk nou... Haha, Europees voetbal, bam. Het bestuur wil minimaal kwartfinale. Nou, dat moet ik nog zien. De groepsronde moet nog gelopen natuurlijk. Maar er zitten natuurlijk in de Champions League wel wat clubs waarvan je denkt, nou, dat is met Arsenal niet heel makkelijk. Zeker omdat we eigenlijk dus nog absoluut niet echt een echte topspeler hebben gehaald. We hebben een toekomstige, hopelijk goede speler gehaald. Mike Bierhoff, die gaat... Nou, Wolves, dat is fijn, dat is weer meer geld. Dit zijn allemaal spelers die niet mogen spelen van de club. Als we even kijken naar de transfergeschiedenis, dan zien we dus dat wij enkel Esposito gehaald hebben. Vorig seizoen natuurlijk Max Dean.
Angel Di Maria, Nathan Ake, Max Dean die is jong, dus dat is dan waarschijnlijk voor de toekomst. En in het kader van het bestuur wil graag jonge spelers. Maar het is niet dat die speelt, zeg maar. Nou, wat we dan allemaal verkocht hebben vorig seizoen was voornamelijk jeugd. En dit seizoen Callum Chambers naar Chelsea, dat wisten we al. Maar dat is fijn, want dan zeurt hij niet dat hij wil spelen. Osei Tutu, die we vorig seizoen verhuurd hadden. Hector Bellerin, want die was ik vergeten in te schrijven. En ja, toen was hij boos. Nou, nu is hij weg. En dus Mika Berov, want ja, die speelt toch niet. Dus voor Berov krijgen we misschien 12,7 miljoen. In ieder geval 9,5. Dat betekent dat we Esposito bijna hebben teruggediend. En Esposito is nu al beter. En in de toekomst waarschijnlijk beter als Berov. Dus dat is in principe winst. Nou, we hebben nog 24 miljoen over. We hebben nog wel wat salarisbudget. Blijkbaar verdiende Bellerin en Berov heel veel. Mochten wij nog een bod krijgen op Aubameyang, dan zou ik dat heel fijn vinden. Dat is 1,2 miljoen. Die beste man die verdient wel iets te veel. Eigenlijk moet ik hem even aan gaan bieden bij clubs. We hebben op zich buitenspelers genoeg die dat op kunnen pakken. En zo heel goed is die niet. En zo heel goed presteert die niet ook. Dat is ook nog een ding. En Smith Rowe is in principe denk ik de betere. Ja, die gaat ook gewoon gelijk spelen. De betere dus. Als je het erover hebt moet je het ook gewoon doen. Hoppatee, aanbieden. Transfersom maakt me niet uit en ik ga hem ook niet op de transferlijst zetten. En als hij er ontevreden van wordt, dan ja, echt. Dus, in principe zou Esposito daar nog kunnen spelen. Balogun kan daar dus spelen. We hebben Peppe die ook genoeg verdient overigens. Voor in de spits hebben we nog Enketia en Lacazette. Dus ja, dat mag allemaal van mij. Nou. De wedstrijd tegen Tottenham wil dus de assistent dat ik wat spelers omwissel. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Saka die heeft maar 2,5 sterwaardering. Dat valt ook heel erg tegen. Maar goed, normaal speelt daar natuurlijk Partey. Maar ja, die is geblesseerd. Ik had nog wel gekeken naar een andere middenvelder en die was perfect. Maar daar hadden we geen geld voor. Dus dit is de selectie waar we mee gaan doen. Slaan we het even op, we weten hoe het werkt. Blijkt dus wel dat het misschien niet aan voetbalmanager ligt. Want hij crashte van de week toen gewoon het internet was. Maar goed, dat kan ook toeval zijn. Ramsdale op doel uiteraard. Tomiyasu, Benjamin White, Gabriel, normaal AK, maar nu Tierney. Saka Lokonga, die vorig seizoen begon met scoren. Dat zou fijn zijn. Angel Maria, die... geblesseerd was tijdens de voorbereiding, dus niet wedstrijdfit. Ødegaard, uiteraard wedstrijdfit. En een nieuw contract getekend. Smith Rowe voor op links. En Balogun dan in de spits. Als we even kijken, dan vindt de staf Esposito beter. Maar we beginnen uiteraard gewoon met Balogun, want het is Balogun. Dus Esposito moet nog een rugnummer. Krijgt hij nummer 16, dat is niet echt een wisselspits nummer, maar oké. Zoals jullie zagen heb ik eigenlijk voor op de bank nog wel wat nummers over. Bal de vuisten, hop, 12 man, hartstikke fijn. Het is natuurlijk een... neutrale venue in het Wembley Stadion. Dus we spelen niet echt uit. We spelen ook niet echt thuis. Spurs gelukkig ook niet. Maar goed, de Spurs hebben natuurlijk ook wel een leuk elftal. Ik moet nog wel heel even natuurlijk de hoogtepunten weer aanzetten. Als we dan heel even kijken naar het elftal van de Spurs, dan zien we nog steeds Harry Kane in de spits. Nou, dat is lastig zat. Son is ook lastig zat. Karius op doel. Dat is nou ja, prima te doen, zou ik denken. Wijndal, die heb ik ook geprobeerd te kopen. Maar ja, die wou niet. Ja, goed. Lindelof van Man United af zou je dan denken. Nou goed.
In theorie zou dit met onze spelers te doen moeten zijn, maar Harry Kane. Dus dat, nou, na 2 minuten hebben wij al een kaart. Die Maria hier met een, ja, redelijke vrije trap waar Karius nog denkt aan te moeten zitten. Dus krijgen we een hoekschop. En die wordt weggekoopt door Lindelof. Die komt dan bij Saka. Die gaat zeer waarschijnlijk, wou ik zeggen, terug naar Ødegaard. Maar einde highlight. Dus tot zover. Tierney die erg vroeg een kaart pakt. Dus dat is vervelend. Maar goed, hier een highlight met balbezit voor de Spurs. Gaat naar Son en die kopt hem vrij eenvoudig, moet ik toch stellen, binnen. Nou is de Community Shield niet echt per se een wedstrijd waarvan ik denk, nou, die moeten we even winnen. Maar het is wel weer een prijs. Ik weet niet of je er ook punten voor krijgt voor op de ranglijst managers van... maar ja, prijs is een prijs. Dus het zou wel fijn zijn. Nou, hier Di Maria met een hoekschop aan de Tierney en die kopt hem binnen. Hoe vaak Tierney hoekschoppen inkopt, zou ik eerlijkheidshalve niet kunnen vertellen. Maar gezien ik het dus niet kan vertellen, ga ik gokken op 0. Dus effectief is dit een vrij verrassende toestand. Dus, vorig seizoen zijn we ook geëindigd met 2 wedstrijden boetes, omdat we te veel kaarten pakten. Dat was hopelijk toch gewoon titelspanning. Ik heb niks aan mijn tactiek veranderd, maar we pakken er hier ook alweer 2. Dus dat belooft weinig goeds. Hoe makkelijk we hier balverlies leiden, belooft ook weinig goeds. Spurs die dan iets makkelijker gewoon lekker rondspeelt. Maar ja, het is niet dat ze direct naar voren spelen. Betekent wel dat wij dus de gaten vrij dicht kunnen zetten. Maar het is ook dat wij dan bijvoorbeeld Son niet heel hard dekken. Ja, dat was op zich een vrij redelijke sliding, maar moet je dan niet de bal bij Kane in de voeten spelen en hier is Son met zijn 2e doelpunt. Dat is niet echt helemaal wat je wil, zeg maar. Geen hele goede eerste helft. Wijs met de vinger, teleurstellende eerste helft en door met ons leven. Nou. Balogun heeft dus nog niet gescoord, dus Balogun moet even wat meer werk gaan verzetten. In de aanval heeft niemand echt een hele goede prestatie. Dat is pijnlijk, want wij hebben wel gewoon spelers die vrij goed zijn. Tomiyasu is relatief moe. En hier is andermaal Son met balbezit. En tot nu toe elke keer dat ik Son aan de bal heb gezien, hebben we een doelpunt tegengekregen. Dus dat is vervelend. Het is wel fijn dat ik dan de pre-match analyse correct had dat Son gevaarlijk zou zijn voor ons. Maar het is wel jammer dat het dan waar is. Dus, nou, hier de hoekschop voor Tottenham. We hebben ondertussen alweer 20 minuten gespeeld in de tweede helft. En we zijn daar niet per se beter in geworden. Dus wat we dan nu gaan doen is hop, tactiek. Dan gaan wij naar tegenhand. En dan gaan we even bij Son, gaan we allereerst druk zetten, altijd, kort dekken, altijd, zo, hartstikke fijn. Dan gaan we terug naar tactiek, ja, bedankt. En dan in de spits, Esposito. Prima diepe spits, hartstikke fijn. Smith Rowe die was niet wedstrijd fit, dus Aubameyang. En onze linksback heeft een kaart en onze rechtsback is moe. Dus ja, wie ga je dan neerzetten? Inderdaad, een andere linksback. Dus. Nou, 42 aanvallers erin, daar ben ik altijd heel hoopvol bij. Dat betekent niet altijd dat het per se beter gaat, maar het zou fijn zijn. Hier Ødegaard Son die dan mee komt verdedigen. Dat is op zijn minst opvallend te noemen. Maar goed, hij tackelt hetzelfde als wij net in de voeten van een van onze spelers. En hier Esposito die na het niet heel goed wegwerken van Karius.
een vrij goede eerste indruk maakt, zullen we stellen. Dus, gelijk een highlight voor de aftrap, dat is dan vervelend. Harry Kane heeft nog niet gescoord, dus ergens zou je nog een derde doelpunt verwachten. Hier Ramsdale, die hem vrij ver weg jast, maar wel gewoon in de voeten van een Tottenham speler. Hier Lindelof, die toch wat meters mag maken, dat is ook niet helemaal wenselijk. Esposito die dan druk komt zetten, maar ja, niet dat ze daar niet tegen kunnen, zeg maar. Lucas Moura die Royal in de aanval zet en hier is Kane en die kopt hem over. heel goed zag het er van onze kant niet uit, maar goed, het staat 2-2, we kunnen nog winnen. De wissel linksback heeft ondertussen geel. Dat betekent dat, ja, zou dat Tierney nog zijn geweest, is het winst dat ik hem gewisseld heb. Hier Lokonga, die scoort wel eens. Ja, nu niet. Er stond ook kopbal schrilde de lat. Ik weet niet hoe je dat een kopbal noemt, maar het kan ook zijn dat ik gewoon zelf absoluut blind ben. Hier Lindelof, die kopt ook over. En ja, nu gaat het er toch om spannen. Tottenham is in principe vervelend genoeg de betere ploeg. De Saka die hier onder druk wordt gezet, maar wel de bal gewoon in de ploeg weet te houden, dat is mooi. Tomiyasu exact hetzelfde. Esposito. Di Maria, terug naar Esposito, legt hem op Lokonga, die wordt neergelegd door een speler die al geel heeft. Dus dat is rood. Ja, dat is logisch. Dan Di Maria, die daar de vrije trap van gaat nemen, zou je verwachten. Die scoort ook wel eens. Dus kom maar door, Di Maria. Hij zit niet. Ah, wat een toestand. En, ik mag nog wisselen. Ja, heb ik nog wat? Nee. Nou, we zullen Saka erin zetten. Dat, die deed vrij leuk in de vriendschappelijke wedstrijd. Dus, we spelen nu wel tegen 10 man. Zou je toch hopen dat je daar nog wat mee kan? Wij gaan ook even gewoon een zeer aanvallend voetbal spelen, aanmoedigen die handel. Ik denk dat dit gelijk naar penalties gaat, maar die zou ik liever niet doen. Want penalties win ik nooit in voetbalmanager. Nou, het gaat naar penalties. Jee. Dus Esposito, Ødegaard, Lokonga, Saka, Tavares, Tomiyasu, Gabriel, White. En als we er daadwerkelijk 11 moeten nemen, dan word ik helemaal gek. Toespreken, bal de vuisten, winnen. Nou, dit gaat even duren. Dele Alli. Ja, die moet over, want Ramsdale stond volgens mij al niet meer op de lijn. Maar goed, hij zit, dus het zal wel. Aubameyang, die gaat waarschijnlijk missen, want wij missen altijd de eerste. Nou, valt mee. Zou ook over moeten, want volgens mij ging daar de keeper ook al iets te vroeg naar voren. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Hier is Paredes. Ramsdale in de goede hoek, maar hij zit er niet aan. Esposito heeft ons in de wedstrijd gehouden met een doelpunt in zijn eerste speelminuut. En scoort ook zijn strafschop. Dat is mooi. Dan krijgen we nu Lindelof, een centrale verdediger. Dat is hoopvol. En Ramsdale stopt de straf. Dit maak ik nooit mee, dat mijn keeper een strafschop stopt. Ødegaard zou je denken, kan een strafschop best binnenschieten. En dat doet hij ook. Is mooi. Romo.
Ramsdale staat al klaar, Romo loopt aan. Op Ramsdale? Nee joh! Wij gaan gewoon een keer een strafschoppenserie winnen, zou je dan denken, met nog twee penalties te gaan. Lokonga. De man die vorig seizoen besloot op voetbal te gaan zitten. En aan de lopende band doelpunten te gaan maken nadat we hem een andere rol hadden gegeven op het middenveld. Heeft vertrouwen. En schiet hem binnen, jongens en meisjes. Nou, welke FA Cup hebben we nog niet? Ja. Bam. Ongekend. We hebben een strafschoppenserie gewonnen. Joh, maak je nooit mee. Nou, met open armen, hartstikke fijn, geweldig resultaat, de ballen. We hebben gewoon gelijk gespeeld, maar het zal wel. Esposito scoort bij de buurt. Nou, dat is lekker. Ja, dat is lekker. Twee tegendoelpunten is wat vervelend, maar gewonnen. Nou, omdat je te veel geld verdient, Pierre. Te hoog salaris. Gaat niet werken. Nou, don't fucking care. Yo, de bal. Ja, oké. Nou, gelukkig is dat na de wedstrijd, dus die prijs hebben we al. Goed. Als er dan maar wel een club komt die interesse heeft, anders word ik vervelend. Anders wordt het vervelend. Nou, gaan we heel even door. Controverse, dat interesseert me niet. Oké. Geen biedingen voor Aubameyang. Hey. Ja, dat is zonde. Ja, nou, dat moeten we nog even doen. Aubameyang, die dan natuurlijk eigenlijk in principe ook geen aanvoerder meer moet wezen. Nee, een AK-reserve aanvoerder. Ik vind het prima. Hoppatee. Ja, don't care. Ja. Yeah. Hop. Oké. Ja, mooi. Doei. En ja, dat zullen we gewoon op transferlijst zetten. Raakt er misschien nog iemand geïnteresseerd? Daar wordt hij dan ook boos van. Maakt niet uit, doei. Nieuwe leiders, hoppatee. Maar goed, tot zover deze aflevering. De volgende aflevering is een aflevering met in ieder geval Manchester City. Manchester City is zondag de 7e. En dan Brentford, daar hebben we gelijk gespeeld in de vriendschappelijke wedstrijden. Dus dat is dan nog misschien interessant. Hebben we daarna een wedstrijdje Liverpool-Leeds en dan Spurs-Chelsea. En dan heb je nog niet eens een maand gespeeld al 4 afleveringen gehad. Dus misschien gaan we dat niet doen. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal nog een bijzonder prettige midweek. En tot de volgende.